We hebben ontzettend ons best gedaan om niet te bezuinigen op het vestigingsklimaat voor bedrijven bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat wij de infrastructuur en de mobiliteit echt boven water hebben gehouden. En daar zijn we ontzettend trots op. Wij staan nu bij het punt waar de burgemeester van Voorstad-Voorstweg en de Bredaseweg bij elkaar komen. En wij gaan voor de verdubbeling van de Bredaseweg, want dat hebben we ook beloofd aan de inwoners van de Reeshof. Het vervelende is dat 43.000 mensen daar last van zouden kunnen hebben. Want dat zijn de aantal bewoners die in dit stadsdeel wonen. En dat zijn toch vaak, dat is toch een groot deel die de wijk uit moet. En die daar dus heel veel last van ondervinden. Niet alleen overigens de bewoners uit de Reeshof, maar ook gewoon naar Tilburg-West, de Blaak. Er zijn ook mensen die richting Breda moeten, binnendoor richting Breda. Die hebben ook gewoon oponthoud. Moet er nog meer geld naar de wegen van de Reeshof? Nou, meer uitgangswegen. Ik vind dat het heel veel ontoegankelijk is. En vooral in de spits. Ik denk één knooppunt dat er heel belangrijk is. Want die kunnen niet naar de binnenstad komen. Die mensen die zitten net met de grote problemen met die files morgens en 's avonds om 5 uur. Dus ik denk wel belangrijk is om daar iets aan te doen. Ik weet wel dat ze elke ochtend hartstikke vastzitten. Dus het lijkt me een goed idee. Nou ja, de mensen onderschrijven eigenlijk wat ook de VVD vindt. Dat je hier 's ochtends en 's avonds, maar ook wel eens overdag in de file staat. En dat wij willen zorgen dat de bewoners van de Reeshof zo goed mogelijk hun wijk in en uit kunnen. Maar ook de rest van Tilburg. Zijn er andere oplossingen aan te dragen behalve een verdubbeling? Dat is een leuke. Nee, ik moet eerlijk zeggen, die verdubbeling is gewoon nodig. Die is ons ook beloofd in de tijd. Ook in de verkiezingsprogramma's is die ons beloofd. Dus die moeten we gewoon hebben. Aan alle kanten van de Reeshof krijgen we ook een mooie rondweg. Aan andere zijdes is het allemaal, wordt er het een en ander verdubbeld, worden nieuwe wegen aangelegd. Dus aan deze kant van de westkant van de Reeshof moet het ook absoluut. Het geld moet ergens vandaan komen. Dus waarop mag er dan wel bezuinigd worden? We gaan dan bijvoorbeeld in de zorg gaan wij snijden. Dat klinkt heel onaardig en asociaal. Maar nu zie je dat er heel veel dubbelingen zijn in de zorg. Dat er, als er iets aan de hand is, dat verschillende organisaties en instellingen, dezelfde organisaties en instellingen, bezig zijn met dezelfde problematiek. En daar willen we van af. En we willen bovendien de zorg veel meer vanuit de bewoners en vanuit de wijk gaan organiseren. Waardoor het veel efficiënter is en ook veel minder geld gaat kosten.